Ik geloof wel dat we als jonge mensen of als jonge vrouwen alles kunnen doen en hebben wat ze willen in het leven. Maar misschien niet altijd alles tegelijkertijd. Goedemorgen. Ik heb nog even een ochtendhoofd. Ik ben lekker bij Jordi. Hoi schatje. Hey. Hij heeft een hele lekkere koffie voor me gemaakt. Super lief. Lekker amandelmelk cappuccinootje. Het weer buiten ziet er geweldig uit. Dus we hebben helemaal zin om naar buiten te gaan. Strak blauw en fris en zonnig. Echt zo'n kerstwandeling weertje. Zoals ik. Fris en zonnig. Hier beneden woep, woep, liggen de hoesjes voor de nieuwe ateliercollectie. Die gaan we even reviewen. En de koorden komen vrijdag binnen. Dus we doen even een mini werkje. En dan gaan we lekker even op pad. Ik moet nog even een soort van de rust vinden dat we nu niks hoeven doen. Want er zijn een paar dingen... Oh, ik zat even aan mijn boek. Er zijn een paar dingen niet afgekomen voor de feestdagen. Maar ik ga vrijdag nog wel heel eventjes wat doen. Ik hoop dat jullie vlogmas leuk vinden tot nu toe. Oké, alles is check. En we gaan nu nog even wat laatste boodschappen doen. En hopelijk heel even in de zon een koffietje drinken. Dan racen we naar mijn huis. Ik wist niet dat we om 3 uur 's middags al bij Jordi's familie waren. En hij had er niet over nagedacht dat ik me natuurlijk nog wil douchen, omkleden, opmaken, etc. En nu gaan we even lekker naar buiten. Mijn ouders zijn dus in Bali momenteel. Wij vieren namelijk nooit kerst samen. Dit is best wel een ding wat mensen wel eens weird vinden. Maar we hebben het nooit gedaan. En zij zijn dus lekker met z'n tweeën weg. Vuile stinkerts. Ik heb net even met ze gefacetimed. En ze zitten in een super lekker villa ding. Met een eigen zwembadje. Helemaal chill. Super bruin. Het is daar 33 graden ook. Volgend jaar wil ik echt met ze mee. Ze zitten ook gewoon in Chungo. Een soort hipster gedeelte. En ze hebben het tijd van hun leven. Dus dat is super leuk. En ik gun ze dat ook mega. Ik vind het ook best wel lekker dat we het niet traditioneel vieren en dat we zo weinig verplichtingen hebben. Dus ik ben daar helemaal oké mee. We zijn nu bij mij thuis. Ik wilde nog even een make-up tutorial filmen, maar we redden het niet qua tijd. En ik heb ook even een soort van off day, dus ik voel me niet helemaal in de mood daarvoor op dit moment. Dit is ook ontstaan. Ik word echt gek van al die plekjes. Zo irritant. Ik denk gewoon dat de moeheid even uitkomt en dat je dan eigenlijk gewoon je wil weer stoppen onder een dekbed de hele week. Maar dat kan natuurlijk ook weer niet. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat bij jullie is. Zijn jullie met de feestdagen altijd heel vrolijk? Of is het ook een soort weird moment waar je soms nostalgisch of dat soort dingen van wordt? Of een beetje sad of zoiets. Matching oorbellen erbij. Haren in een strak knotje en ready to go. Ik kreeg trouwens een video of 2, 3 geleden een hele lange comment van iemand die zei van je werkt te veel en je raakt je sparkle kwijt en we maken ons zorgen of dat soort dingen. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Ik weet natuurlijk dat ik het afgelopen jaar heel veel heb gewerkt. Het 2019 stond voor mij gewoon heel erg in teken van carrière. En ik geloof wel dat we als jonge mensen of als jonge vrouwen alles kunnen doen en hebben wat ze willen in het leven. Maar misschien niet altijd alles tegelijkertijd. Mij lukt dat in ieder geval niet perfect om een ideale balans te hebben. Ik heb zelf altijd gemerkt dat als ik bepaalde grote doelen wil halen, dat ik daar dan heel hard voor moet werken en dingen voor moet opofferen en mezelf soms ook wel een beetje uitput. Ik weet zelf niet goed hoe ik dat op een andere manier kan doen. Behalve als ik mijn carrière-doelen op een andere manier invul of iets naar beneden bijstel of misschien andere dingen van mezelf verwacht. Maar dat was dit afgelopen jaar niet aan de orde. Dus ik weet dat ik me daar bewust van ben, dat ik heel veel heb gewerkt en dat dat misschien een beetje doorgeslagen is. En dat ik ook wel echt bezig ben met andere keuzes voor het nieuwe jaar. Zeg maar de opmerking van je raakt je sparkle kwijt. Ik snap dat helemaal, want ik voel me ook 80% van mijn energie bijvoorbeeld. Dus dat is ook misschien wel een terechte opmerking. En ik neem zoiets altijd mee. Tegelijkertijd wil ik gewoon niet alleen maar filmen als dingen 100% roosgeur en maneschijn zijn. Want ik vind dat niet realistisch. Dus ik zou niet willen dat je op mijn Instagram kijkt of zo. Of op YouTube en denkt dat alles alleen maar perfect is en heel makkelijk is. En dat je je eigen bedrijfje hebt of hoofdredacteur bent of die dingen bij elkaar bent. En dat dat allemaal heel moeiteloos gaat of zo. Ik vind het toch wel belangrijk om ook te filmen als je soms een mindere dag hebt zoals ik dan vandaag heb. Of als je gewoon moe bent of verdrietig bent of het even niet weet. Dat hoort er ook bij en dat is wel hoe het echt ook is. Dus vandaar dat mijn vlogs misschien niet altijd hyper of mega vrolijk zijn geweest de afgelopen tijd. Dat ben ik zelf wel ook geweest, maar ook op sommige momenten niet. Ik wil jullie wel gewoon eerlijk meenemen in het proces en ook dat dingen soms gewoon best pittig zijn. Dus dat is waarom dat ik dat toch doe in plaats van bijvoorbeeld of alleen filmen als ik op mijn allerblijst ben of op tijd niet filmen of zoiets. het hoort er gewoon bij. Maar weet dat ik wel in ieder geval me bewust ben van het zoeken naar die balans en bepaalde keuzes en dat soort dingen. Verder vind ik het natuurlijk super lief dat jullie zo betrokken zijn en hoef je je verder absoluut geen zorgen te maken. I'm good. Dus dat. We zijn lekker thuis en we gaan denk ik nog even een kerstfilm opzetten en lekker in slaap vallen op de bank. Heerlijk. Ik hoop dat jullie ook hele fijne dagen hebben en ik zie jullie morgen weer. Doei!